Angelique Del Castillo is herkozen als voorzitter van DA91. Castillo nam in 2015 het roer over van Winston Jesseren van de partij. En de partij heeft de afgelopen 5 jaren hard gewerkt om minimaal 1 zetel te bemachtigen. Dat is echter niet gelukt. Nu is Del Castillo herkozen en is ze van plan om met een compleet nieuw team alsnog haar droom waar te maken. De komende tijd zal de partij vooral communiceren met het volk en zal de huidige regering kritisch worden begeleid, zegt de politica. Ik ben opnieuw gekozen, ja, met een prachtig team van een heleboel nieuwe mensen. De oude garde, om het zo te zeggen, waar er nog veel mensen waren die vanaf de aanvang van de jaren 91 er waren, die zijn nu geschoven naar posities als adviseur en in ons wetenschappelijk bureau. Maar de ruimte is dus nu aan dat werkelijk. U weet, toen ik de eerste keer gekozen werd, hadden we gezegd, we willen een nieuw elan lanceren. En het is gebleken dat het meer voeten in de aarde heeft dan we hadden verwacht. Omdat de partij jarenlang onder leiding was van de vorige voorzitter, jarenlang. Waardoor een dusdanig stempel en identiteit op die partij gedrukt was, dat voor mij het vestigen van het nieuwe elan veel meer voeten in de aarde had dan ik had verwacht. En uiteindelijk, de strategie die we daarbij toepasten, was dus dat ik als voorzitter steeds in de pers kwam, zodat men die naamsbekendheid en ging identificeren met mijn ideeën, mijn presentatie, mijn aanpak van het geheel. Maar dat heeft uiteindelijk, hebben we ook gezien in de verkiezing, geresulteerd, dus een van de factoren die we zien, dat men dacht dat de partij een eenpersoonspartij, ik zou niet zeggen eenmans, eenvrouwspartij was. De andere mensen waren te weinig in beeld. Dat erkennen we, dat niet in het voordeel van de partij heeft gewerkt. Del Castillo zegt verder dat de nieuwe mensen getraind zullen worden, zodat zij een goede bijdrage kunnen leveren aan het politieke werk. Nu in die tweede termijn zien we de ruimte om volledig inhoud daaraan te geven. Zoals ik u eerder zei, daarom is er een volledig nieuw team samen met mij aangetreden. Jonge mensen, heel wat van ze hebben eerder niet actief in de politiek meegedaan, hadden misschien wel hun voorkeuren, hun ideeën, hun opvattingen. Maar om echt op de voorgrond te komen, zagen ze nogal wat drempels. Maar vandaag de dag hebben ze gekozen daarvoor, omdat ze zeggen, kijk, je blijft roepen voor iets anders in de politiek, iets nieuws, iets eerlijks, iets oprechts. En je blijft verwachten dat anderen dat voor je vormgeven. Maar als je steeds merkt dat dat niet gebeurt, dan ligt het aan jou die dat wil en die dat moet kunnen, om voorop te beginnen te lopen. Dus we hebben dat nieuw team. En we hebben een heleboel plannen. Ten eerste willen we het veel beter doen dan de afgelopen 5 jaren. Angelique Del Castillo, zij is voor een tweede termijn gekozen als voorzitter van DA91. Het bestuur van de partij is aangevuld met Subhas Jow, Iris Nasir, Dean Wezenhagen, Sunil Umrao Singh en Monique Dahl.